Samen met Bas zijn we op het creatieve concept Natuurlijk Ondernemen gekomen. We hebben eerst eigenlijk onderzoek gedaan naar de Bioplastic Factory en naar de markt waarin jullie opereren. En toen hebben we verschillende creatieve concepten aangeleverd en Bas heeft voor Natuurlijk Ondernemen gekozen. Bij Natuurlijk Ondernemen wordt natuurlijk eigenlijk dubbelzinnig. Dus we wilden Natuurlijk Ondernemen laten zien als in dat jullie allemaal echt ondernemers zijn in hart en nieren en dit heel graag wilden gaan opstarten met elkaar. Maar ook natuurlijk van het groene karakter, dus ja, het duurzame aspect van de Bioplastic Factory. En ja, het woord ondernemen komt er vandaan dat jullie je op ondernemers richten die de verpakkingen kunnen gaan gebruiken. En dan hebben we voor jullie bedrijf een storytelling gemaakt. Storytelling is echt een trend in de PR-wereld. Ieder bedrijf maakt een corporate story en dat vertelt eigenlijk het verhaal van een organisatie. Het is er een beetje vandaan gekomen dat al in de geschiedenis eeuwenlang vertellen mensen verhalen aan elkaar en dat blijft heel goed hangen. Dus nu dachten we vanuit de PR-wereld, als je nou een verhaal vertelt over een organisatie, dan onthoudt iedereen dat heel erg goed. En dat hebben we ook voor de Bioplastic Factory gemaakt. En ik zal de corporate story nu vertellen. Introducing Alfred, Bas en Wouter. Drie jonge, energieke mannen met lef. In 2012 besluiten ze hun ondernemersdroom waar te maken. En hiermee wordt de Bioplastic Factory een feit. Alfred, Bas en Wouter hebben één gezamenlijke missie. De Bioplastic Factory tot een internationaal opererende multinational maken. In deze tijd lopen organisaties tegen een heleboel problemen aan. Het aantal organisaties is zo hard gegroeid dat het maar moeilijk is om nog op te vallen. Daarnaast verwacht de gehele maatschappij dat bedrijven iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Niet nadenken over people, planet en profit is niet meer te doen. Als ondernemers in hart en nieren weten de drie heren dit maar al te goed. Innovatie en duurzaamheid zijn dé onderdelen voor een succesvolle onderneming. En juist op dit vlak biedt de Bioplastic Factory de oplossing. De Bioplastic Factory ontwerpt verpakkingen, disposables en durables van biologische kunststoffen. Hierdoor zijn alle producten biologisch afbreekbaar of composteerbaar. Met de kennis van Dirk Sjoerdsma in huis, dokter in de polymeerwetenschap, kan de Bioplastic Factory naar ieders wensen producten ontwikkelen. Voor organisaties is dit het antwoord op het vraagstuk van duurzaam ondernemen en innovatie. De Bioplastic Factory ontwerpt op maat gemaakte verpakkingen voor uw product, waardoor het uniek is ten opzichte van de concurrentie. Door het gebruik van bioplastics zijn de verpakkingen ook nog eens goed voor het milieu. De Bioplastic Factory, natuurlijk ondernemen. Ja, dat is de storytelling. Dan gaan we nu verder naar de middelen. En dit is dan ook de start van de campagne. Een invitation blast. Nou, wat is een invitation blast? Het is een uitnodiging die via de e-mail wordt verzonden naar het huidige klantenbestand. En in deze invitation blast geef je aan de huidige klantenbestand dat je ze wil linken aan je Facebook en aan je social media. Dus aan alle, dus LinkedIn en Facebook, daar wil je de link tussen maken. Voor een invitation blast moet er wel een soort buzz komen ontstaan, waardoor mensen getriggerd raken om te denken, nou, ik wil nu gaan liken en nu gaan volgen, omdat het interessant voor mijn bedrijf is. Wij hebben daarom gekozen om de invitation blast op een speciale dag te doen. Dit is de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2014. Het is een actueel thema. Het gaat in op de Bioplastic Factory. En mensen kunnen ook de link leggen tussen natuurlijk ondernemen en duurzaamheid. En snappen ook daarom waarom de e-mail wordt gestuurd. En voelen zich daarom ook verbonden om meer informatie te weten te komen. We hebben daarom ook een ontwerp gemaakt van de uitnodiging. Wij wensen u een duurzame dag toe. Ze kunnen daar dan ook meteen de LinkedIn, Facebook en de website aanklikken en daar meteen een koppeling aan maken. En dat is dan de invitation blast. Dit is het begin. Dit is de start van de campagne. Dan gaan we naar social media. We hebben gekozen samen met Bas voor Facebook en LinkedIn. Facebook gaat dan echt in op het linken en het een beetje persoonlijk maken van met de contacten. En wat we ook hebben gekozen voor een merkactivatiestrategie.
dit gaat in op betrokkenheid en op interactie. Nou, Facebook zorgt daar heel erg voor. Mensen durven dan makkelijker in contact te treden en berichtjes te sturen. LinkedIn is iets persoonlijker, want daar is ook meteen je cv blootgegeven en je achtergrond. En LinkedIn is er daarom ook alleen puur voor waar de doelgroep voor staat voor de B2B-markt. En dat is dan de link die later gelegd wordt. Voor alle inhoud en posts en blogs die er op de social media, dus op de LinkedIn en zowel op de Facebook worden neergezet, is er een contentkalender gemaakt. Deze contentkalender gaat ook weer op de drie fases in. Dus op het voorstellen, de probleemfase en de oplossing. En daar worden dan verschillende posts op gemaakt. En die zorgen dan weer voor interactie en betrokkenheid. Ja, meen ik aan het een ander middel die we willen gebruiken is de mailing. Waarom wij voor mailing hebben gekozen, eigenlijk dit is de meest effectiefste manier van online marketing. Het werkt best, in ieder geval dat is bewezen. Kijk hoor, de mailing willen wij sturen naar bestaande en potentiële klanten. Dus dan willen wij eigenlijk wordt een lijst gemaakt gewoon met alle e-mailadressen. Wordt de mail naar hen verstuurd. In de mail komt ook de storytelling terug. We hebben dus ook een mailing uitgewerkt, dus dan zie je dat terugkomen. De mailing wordt ook in fase 1, dus in het begin van het PR-traject verstuurd. Waarom wij een mailing willen sturen is, dan mensen lezen dat toch gewoon meestal door. En ik wil dat lezen mensen door. Maar wij hebben gekozen voor een telefonische opvolging. Omdat, ja, als je aan het werk bent, dan kijk je soms even je mail door. Of misschien, ja, lees je hem niet. En als je een telefonische opvolging doet na ongeveer 2 weken, dan bel je gewoon even op. En dan zeg je, heb je onze mail ontvangen? En dan kan je gewoon, als ze willen, geïnteresseerd zijn, een gesprek aangaan. Willen ze misschien meer informatie? Kan je ze meer informatie leveren? Hebben ze de mail niet gelezen? Kan je kort uitleggen wat erin staat? Kijk, de mailing die wij hebben opgesteld, dan beginnen we gewoon met jullie introduceren. Dan het probleem, die wij ook in fase 2 terug laten komen. Dus het probleem van duurzaamheid die bedrijven tegenwoordig hebben. En daarna de producten die jullie aanbieden. Eigenlijk dus gewoon de oplossing. Dus eigenlijk vertel je gewoon een verhaaltje van, nou, tegenwoordig is dit aan de gang en wij kunnen jullie helpen. In de mailing zijn jullie producten dik gedrukt. En de bedoeling is dan ook, als je dat drukt, dat je wordt doorgelinkt naar de website. Want hier wordt kort informatie gegeven wat jullie aanbieden. Maar het wordt ook een hele lange mail als je alle producten gaat uitleggen. En als ze in één keer, nou, dit is interessant voor mij, dan klikken ze erop en dan komen ze gewoon bij de uitgebreide uitleg die eigenlijk op jullie website staan. Onderaan de mail zit ook de contactgegevens, dus de mail en het telefoonnummer, dat als ze willen dat ze zelf ook contact op kunnen nemen. En ook gewoon de Facebook en LinkedIn pagina en het website logo, die ook al in de invitation blast zat, zodat je daar ook weer doorgelinkt aan wordt, zodat dat niet vergeten wordt bij de andere middelen. Dankjewel. Tot slot hebben wij nog persberichten als advies. Waarom persberichten? Een persbericht is free publicity. Je stelt een persbericht op aan de hand van een nieuwsje die je hebt, een nieuwswaarde. Dus het moet echt nieuwswaarde hebben om een persbericht te kunnen schrijven. Die stuur je uit naar de doelgroep die een bepaalde vakblad leest. Dus denk bijvoorbeeld aan een agrarische sector en dan daar een magazine van. Zodat je die mensen bijvoorbeeld lezen over duurzame verpakkingen voor de aardappels of bedenk het maar. En dan heeft het wel belang dat het nieuwswaarde heeft. Wat is het voordeel van persberichten uitsturen? Je kan het sturen naar de juiste doelgroep, wat ik net als ook zei. Je kan het dus sturen naar de agrarische sector of naar de ziekenhuissector of net waar je dan op wil richten. Het trekt natuurlijk veel aandacht, juist omdat een persbericht nieuwswaarde heeft. Dit alles, omdat je het opstuurt, spreken we van free publicity. Je hoeft dus niet voor te betalen om het in een vakblad te zetten. We hebben enkele voorbeelden gegeven van vakbladen. Bijvoorbeeld de sector is, wat ik hier al zei, land, tuinbouw, boerderij, vandaag. Dan hebben we nog voor de gezondheidszorg, de zorgvisie. Dat zijn voorbeelden van bladen waar je bijvoorbeeld een persbericht naartoe zou kunnen sturen. Met uiteraard de nieuwswaarde. Ook hebben wij hiervoor enkele voorbeelden gegeven. Omdat wij nog niet echt een onderwerp hebben wat echt goede nieuwswaarde heeft om een heel goed persbericht neer te zetten, heb ik uit onderzoek een persbericht opgesteld.
Nou, dit persbericht gaat over liever lui dan duurzaam. Het onderzoek ging over jongeren. In hoeverre zij nou biologisch ondernemen in hun eigen leven, langer zeggen. Dus in hoeverre doen zij een afval scheiden en dergelijke. En dat dan weer gekoppeld aan de Bioplastic Factory, dat bijvoorbeeld afval zelf al biologisch kan zijn door de verpakkingen biologisch. Dus dan hoeft het niet meer in 3 verschillende prullenbakken gegooid te worden, bijvoorbeeld. Daar heb ik een persbericht uitgeschreven. Een ander voorbeeld die ik geschreven heb, is natuurlijk ondernemen. Dit is meer gericht op het probleem van dat bedrijven tegenwoordig steeds opener moeten zijn, steeds meer biologisch, dat andere bedrijven of consumenten het bedrijf kunnen zien in hoeverre zij wel of niet duurzaam ondernemen. En dan daar weer de rol van de bioplastic ook weer in verwerkt, hoe ze de Bioplastic Factory daarbij kan toepassen. Dat heb ik allemaal in dit persbericht verwerkt. Hier onderin zien we een grijs kopje. En dat grijs kopje is een persuitnodiging. Een persuitnodiging. Ik ga eerst even uitleggen wat het precies is. Persuitnodiging is wanneer je het persbericht toestuurt naar desbetreffende journalist.